Geliefde gemeente, vooraf enkele afkondigingen van de kerkenraad. De kerkenraad heet u allen hier aanwezig en thuis hartelijk welkom. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, kerkelijke kassen en de zending. Woensdagavond is de Bijbelstudie voor de ouderen, waarvoor allen hartelijk welkom. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Zingen we vooraf uit Psalm 8, de versen 1 en 4. Psalm 8, de versen 1 en 4. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit, het boven lucht en hemelen uitgebreidt. En het vierde, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Psalm 8, de versen 1 en 4.
horen we nu naar Gods heilige geboden, de 10 geboden, waarna wij zingen uit Psalm 62, de versen 4 en 5. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek. Zijn macht is groot, ik zal nog wankelen, nog bezwijken. We zingen straks Psalm 62, de versen 4 en 5, nadat we gehoord hebben naar de 10 geboden. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit gedienshuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enig gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizendergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegen de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet beheren uw naaste huis. Gij zult niet beheren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De Heere Jezus Christus vat het voorgaande aldus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Thank you.
Gemeente, laten we nu lezen uit Gods woord, uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen uit Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. En daarna willen wij zingen, daarna zullen wij met elkaar bidden. Laten we nu eerst horen naar Gods woord. Na deze openbaarde Jezus zelf en wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. En er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was. En de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden stond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, heb gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis erop liggen en brood. En Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hem, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood, gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Laten we samen bidden. Getrouwe Heere in de hemel, almachtige en trouwe Heere, het past ons aan het begin van deze dienst om uw naam te loven en te prijzen. U die het gegeven hebt dat we hier in de kerk onder uw woord mogen verzameld zijn, dat we uw woord mogen horen en dat u ons tot u trekt. We danken u dat u, ondanks dat wij u niet zoeken, dat wij u niet gezocht hebben, dat u ons zoekt en dat u ons opzoekt in onze verlorenheid.
dat u niet wil dat ook maar iemand van ons verloren gaat, maar dat we allemaal het eeuwige leven vinden in u. O getrouwe Heere, wilt u deze dienst toch zegenen? We bidden om uw komst. Kom toch in het midden van ons met uw Heilige Geest en in de gedaante van uw woord, o Heere Jezus Christus. We bidden u, als we bidden om uw aanwezigheid, tegenwoordigheid, om de vergeving van al onze zonden. Heere, geef ons toch dat we ons verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. Al onze zonden, die we deze morgen al hebben gedaan en de afgelopen week hebben gedaan. Al het goede dat we hebben nagelaten te doen. Hoe we u verdriet hebben gedaan en hoe we zondaars zijn. O Heere, niemand van ons kan voor u bestaan als we niet bedekt zijn met dat dierbare, kostbare bloed van het Lam. O, leer ons dan in te zien wie we zijn in onszelf, verloren zondaren. En leer ons in te zien onze schuld. En Heere, leer ons toch door uw geest te vluchten tot u. Met al onze zonden en al onze schuld. En mogen we bij u komen en het u eerlijk belijden. En voor u neerknielen. En opzien naar u. Hoe u gekomen bent in uw lieve Zoon. Om alle zonden op u te nemen. En om de schuld te bedekken. En om verzoening aan te brengen. Heere, hef onze harten op tot u, door uw geest. En schenk ons het geloof. Het geloof om gelovend op te zien op u. En om u aan te kleven, aan te grijpen in de nood. En om te vinden uw hulp oneindig groot. We danken u dat wilt schenken. Dat dat ook de belofte is van uw woord. En dat we in uw woord ook zo vaak mogen zien. Hoe u met innerlijke ontferming bewogen bent over zondaren. Hoe u de verloren kinderen van Israël zag. En u zag hen als schapen. Verdwaald. Verspreid over de heuvelen zonder herder. En u zocht hen op. Om hen samen te brengen. In uw kudde. Die zalige kudde der schapen. En zo hebt u ook de discipelen weer opgezocht. In die moeilijke tijd. Toen ze u moesten missen. Door eigen schuld. Maar u zocht hen op. En ze mochten u weer ontmoeten. U kwam naar hen toe. En Heere, daar bidden wij u ook voor deze morgen en deze dag. Wil toch komen. In een ieder van ons. De schuld wegdoen en woning maken door uw geest in onze harten. Dan hebben wij misschien ook een heleboel zorgen. En nemen we de zorgen ook mee het kerkgebouw in. Zorgen die naar beneden trekken. Die ons het zicht op u ontnemen. Heere, wil toch al die zorgen van ons wegdoen. En op u nemen. Zoals we zojuist ook hebben gezongen met de psalm. Heere, geef toch dat we al de bekommernis, alle zorgen van ons hart, dat we bij u kwijt mogen en dat we mogen vinden u en uw troost en uw ontferming. En dat u te midden van onze duisternis en te midden van alle nood die in ons leven is, dat u het licht kan maken, dat u ons kan vertroosten, ons weer moed kan geven. Dat we weer mogen wandelen in uw vrolijk levenslicht. O Heere, schijn zo met uw vriendelijk aangezicht in het midden van ons. We bidden voor de gemeente. Voor een ieder
hier aanwezig en thuis met ons verbonden. Thuis, maar ook in verzorgingstehuizen, in ouderenhuizen. Of misschien als er een dienst gedaan moet worden, als er vandaag belangrijk werk gedaan moet worden. Heere, ontferm u toch over ons allen, waar wij ook zijn. Gedenk ons naar uw goedheid en trouw. En wil een ieder die grote zorgen heeft, die lijdt, die psychisch lijdt. Heere, ontferm u over een ieder van ons. Juist in de moeite wilt u komen en uw zegen geven. En wilt u ook hen die ons omringen zegenen, ook in hun zorgen voor ons. Wilt u hen ook kracht daartoe geven en hen daarin sterken. En wilt u ook zijn met verplegenden, met artsen, met verzorgenden. Wilt u ook hen sterken, met mantelzorgers. Gedenk hen toch en geef liefde in dat werk. En ook in dat werk geloof op u. Ook als er geen uitkomst lijkt te zijn. Heere, ontferm u en geeft u toch de moederkracht. We bidden u ook voor hen die in de Schutse wonen of in de Vroonhof. Heere, wilt u ook hen gedenken, ouderen in de gemeente. Wilt u hen daar in de ouderdom nabij zijn. En hen sterken, ook als heel veel dingen moeilijk worden. Als het moeilijk wordt om te lezen of om lang geconcentreerd te zijn. Of als er ook lichamelijke moeiten zijn. Heere, ontferm u en sterk hen toch. En wilt u ook die huizen zegenen? Wilt u daar met uw geest zijn en in alles helpen? We bidden u ook voor uw kerk in Nederland. Als op zoveel plaatsen uw woord weer mag opengaan op deze uw dag. Heere, wil dan toch geven dat uw woord gepredikt mag worden onversneden en met kracht. En dat het door uw geest gezegend mag worden en de harten mag ingaan. En dat er geestelijk leven mag zijn. Ja, dat nog vele zondaren door de prediking getrokken mogen worden. En dat daar leven mag zijn, leven uit uw woord en om uw woord en om u te eren. Wilt u ook een ieder zegenen die mag uitgaan om uw woord te bedienen? Wilt u daarin krachten geven? Wil daarin ook bijzonder de studenten gedenken? Wil hen wijsheid geven en liefde in het hart tot u en de gemeenten? En ook geven dat zij door uw geest geleid mogen worden. O Heere, bewaar toch voor verachtering in de genade. Bewaar toch voor een onzuivere prediking. Bewaar toch voor zouteloze woorden. Heere, geef toch uw zegen, ook aan onze school in Apeldoorn. Wilt u daar alles geven wat nodig is aan de hoogleraren, de docenten, het ondersteunend personeel, de studenten. En wil daar met uw geest werken. En zo ook onze kerken gedenken. Onze christelijke gereformeerde kerken. Wilt u liefde geven tot u. Een kinderlijke vreze. Om te horen naar uw stem. In alle dingen. En wilt u daarin ook wijsheid schenken. Om zo te horen naar uw stem zoals u het van ons vraagt. En zoals u het van ons verlangt. Om als kinderen te vertrouwen dat niet onze woorden, nee, maar dat uw woorden de waarheid zijn. En mogen zo ook onze woorden de waarheid worden door uw woord. Heere, schenk toch liefde tot uw woord, tot uw gehele woord, Nieuwe Testament en ook het Oude Testament. Woorden van het Evangelie. Maar ook woorden van de wet. Schenk ons in alle dingen gehoorzaam te zijn aan u. En mag dat ook zijn dat dat ons samenbindt. Wilt u daarin ook liefde geven tot elkaar?
dat we elkaar op het oog hebben en niet willen dat mensen en kerken vervreemd raken van u. En daardoor helaas ook van elkaar. Maar Heere, geef toch dat er in de christelijke gereformeerde kerken een opwekking mag zijn. Dat we gezamenlijk u mogen liefhebben en vrezen. En dat er veel geestelijk leven mag zijn en kinderlijke vrezen. Zodat ook daarin uw kerk nog één mag zijn. Ja, in deze laatste der dagen. Want wij zijn in de laatste tijd. En hoe is het nodig dat er dan nog liefde in de gemeente is. En een horen naar uw stem. Mag het zijn dat ook in de kerken de nood gevoeld wordt van de tijd. Dat zoveel mensen buiten de kerk en in de kerk verloren zijn. Dat de nood zo groot is. En dat we zo dicht bij de eeuwigheid zijn. En dan verschijnen voor u. Heere, geef toch dat we de nood mogen bemerken. Op ons hart gedrukt mag worden. En dat we daarin samen erop uit mogen gaan. Om van u te spreken. Om te verkondigen uw naam. En dat daarin ook eenheid gevonden mag worden. Juist in deze laatste tijd. Daarin bidden wij u ook voor evangelisatie en zending in ons vaderland. Wilt u evangelisten zegenen en alles geven wat nodig is. Ook als het werk moeilijk is, wilt u hen de krachten geven. En het werk ook zegenen. Dat het mag zijn dat ze nog eens met gejuich mogen komen. Heren, we bidden u ook voor de zending in de wereld. Wilt u zendelingen nabij zijn? Dan bidden we u bijzonder voor zendelingen in Oekraïne en in Rusland. Wilt u het werk van Stichting Friedensteamen zegenen? En juist in de tijd van oorlog en crisis toch geven dat mensen zich mogen bekeren tot u, de levende God, de vredevorst, ten opzichte van alle wreedheid in deze wereld, alle oorlog en alle haat, dat ze de vredevorst mogen vinden in u. Heren, wij bidden u ook voor de oogsten. Want er is zoveel honger al in deze tijd. En wilt u ook geven dat in Oekraïne ook nog weer gezaaid mag worden en het land ook gezegend mag worden door uw hand. Dat er nog genoeg eten mag komen en er nog een oogst mag komen. Dat ook die landen die zo weinig geld hebben, dat er nog genoeg voor hen ook mag zijn. Genoeg aan graan. Heere, ontferm u toch over deze wereld die in grote nood is. We bidden u ook deze morgen voor de kerk die in de verdrukking is. Waar wij nog in alle vrijheid mogen opkomen naar uw huis. Daar zijn ook zoveel die vervolgd worden, die in grote nood zijn. Die opgesloten zijn in gevangenissen om uw naams wil. Heere, gedenk hen toch. Wilt u hen troosten? En wilt u uw engelenwacht rondom hen stellen en beschermen? En daar waar de verdrukking zo hoog is, waar mensen moeten zwijgen, stil zijn, omdat ze anders worden gedood, wilt u toch in die moeilijke situatie geven dat mensen nog kinderen van God mogen ontmoeten? Niet alleen, niet eenzaam zijn, maar dat ze uit uw hand iemand mogen ontvangen die met hen ook gelooft in uw heilige naam. En hen die in gevangenissen zijn opgesloten om uw naams wil, die niemand om hen heen hebben, maar die eenzaam zijn, die beschimpt worden, gehaat, gemarteld, verwaarloosd. Ach Heere, ontferm u toch. En wil met uw geest in die cellen komen, in die donkere kerkers. En wil daar juist bijzonder op deze uw dag, de dag waarop we uw opstanding mogen gedenken, in die cellen komen, in hun harten komen. En hen te midden van alle duisternis verblijden met uw nabijheid en zegen. Zo bidden we u voor de gemeente en voor de wereld. Mag er nog een opwekking zijn. En ook in ons land nog vele zondaren die u niet kennen, die nooit van uw naam gehoord hebben, tot u bekeerd worden. Heere, we bidden u nogmaals of u voor deze dienst
ons wil verlichten van alles wat ons bezwaart. En onze zonde wil wegnemen. En een heerlijk uur wil geven. Tot eer van uw naam. Dat uw naam geloofd wordt en geprezen. In het zingen van de psalmen. In de gebeden. In de prediking. In het amen zeggen op uw woord. We bidden het u alles. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen nog zingen voor de prediking. Als voorbereiding op de prediking uit Psalm 71, de versen 15, 16 en 17. Psalm 71, de versen 15, 16 en 17. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed. Maar tot mijn hulp gereed, zult gij mij weder levend maken. Mij uit die afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Wat er verder volgt in de versen 15, 16 en 17 van Psalm 71. Thank you.
Ja, geliefde gemeente, de vrouwen die in het graf de paasboodschap hoorden, dat de Heer Jezus is opgestaan, dat Hij leeft en niet meer in het graf is. Die vrouwen die hadden deze psalm nodig die we zojuist gezongen hebben. Psalm 71, het 15e vers, wat zongen wij? Gij deed mij veel benauwdheid smaken, een drukkend harteleed. En zo was het voor hen in dat donkere, koude, stille graf. Die vrouwen op de opstandingsmorgen. En misschien is dat ook wel voor u, voor jou zo. Veel benauwdheid heeft u moeten smaken en drukkend harteleed. En de engel die zei toen tegen de vrouwen, misschien kent u die geschiedenis wel. Wat zei de engel tegen de vrouwen? Die zei, doch, maar, gaat heen. Ze moesten naar Galilea gaan. En daar gaat het deze morgen over, als wij uit Johannes 21 zullen horen. Galilea. De vrouwen die hoorden in het graf al. Doch, ga nu heen. Want anders waren ze blijven staan, gemeente. Want ze waren zo ontdaan, zo bevreesd. Ook na het horen van die heerlijke boodschap dat de Heer Jezus uit het graf was opgestaan. Ook na die heerlijke boodschap bleven ze ontdaan en bevreesd. En de engel die zei daarom, maar ga nu heen naar Galilea, want daar zult u hem zien. En ga de discipelen vertellen naar Galilea te gaan, want daar zullen jullie hem ontmoeten. En als u Christus, als je de Heere Jezus mag ontmoeten, ja dan worden al de tranen van het gezicht, dan worden alle tranen van je ogen weggeveegd, van je wangen. En dan is het ook met Psalm 15, maar tot mijn hulp gereed, zult gij mij weder levend maken. En zo mocht het beginnen voor die vrouwen. Ze mochten opstaan uit het graf, de Heere Jezus achterna. En zo was het ook voor de discipelen. De discipelen die volgden de Heere Jezus. Ze hadden gehoord dat ze moesten opgaan naar Galilea. En daar zouden ze hem gaan zien. En gemeente, we willen deze morgen stilstaan bij handelingen, bij Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. Waarin we dat ook zullen horen. Dat de discipelen naar Galilea zijn gegaan. En dat ze dan de Heere Jezus zullen ontmoeten. En dan staan we stil bij de versen 1 tot en met 14. En gaan we met elkaar de versen langs. Kinderen, de apostel Johannes die weet het bij het schrijven van het evangelie nog precies. Die tijd na de opstanding. We waren met Simon Petrus, met Nathanael, met mijn broer Jacobus en nog twee andere discipelen bij het meer van Galilea. Precies met z'n zevenen waren we. En het was zo'n vreemde tijd, kinderen. Want de Heere Jezus Christus was opgestaan. En de vrouwen die hadden hem ontmoet. En wij hadden hem ook gezien in Jeruzalem. Maar het was niet zoals het was. Er was iets veranderd. Er was een vreemde tijd aangebroken, kinderen. Een soort tussentijd, dat je niet weet wat er aan de hand is. Dat het nog helder moet worden. En gemeente, zo was het ook voor Johannes en voor de discipelen. Een tussentijd. Een tijd van wachten op wat komen zou. Een tijd waarin de dingen nog op hun plaats moesten vallen voor de discipelen. En tegelijkertijd is de geschiedenis van deze morgen ook een zogezegde openbaringsgeschiedenis. En dat kunt u zien in het eerste vers van Johannes 21. Wat staat daar in Johannes 21 vers 1? En kijkt u maar mee. Daar staat, na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus.
Het was een openbaringsgeschiedenis. De apostel Johannes die kondigt het al in het eerste vers aan. Het gaat in dit gedeelte om de openbaring van de Heer Jezus. En niet alleen in het eerste vers benadrukt de apostel Johannes dat. Maar als u kijkt naar het laatste vers van dit gedeelte, in vers 14, dan ziet u datzelfde ook weer terug. Wat staat daar in vers 14? Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Dus, gemeente, na het lezen van de versen 1 en 14, het begin en het einde van deze geschiedenis, zou je kunnen zeggen, nu dat is helder. Het gaat hier vanmorgen, het gaat hier in dit gedeelte om de openbaring van de Heer Jezus. Openbaring zoals hij nu was, de opgestane Heer Jezus. Maar dat was toen de apostel Johannes dit alles opschreef. Hij heeft het zo opgeschreven. In vers 1 en vers 14 heeft hij laten zien aan ons dat het daar nu om gaat in deze geschiedenis. Maar hoe was het voor Johannes toen in die tijd? Hoe was het voor henzelf, voor de discipelen? Die vreemde tussentijd noemde ik al. Die tijd waarin de dingen nog op hun plaats moesten vallen. Hoe was het voor hen? Nou, dan zien we ondanks dat het zo'n vreemde tijd was, zien we opeens in het derde vers dat Petrus zegt, ik ga vissen. En zo begint de geschiedenis, ik ga vissen. We zien dat ondanks de onbestemdheid van het moment, dat de mannenbroeders iets gaan ondernemen. En wat gebeurt er dan? Petrus gaat voorop. Dat was naar zijn karakter, zoals we van hem uit de evangelie gewend zijn. Hij ging voorop en de anderen volgen. En dan staat er, ze gingen uit en traden terstond, dat is meteen, in het schip. Nou, voordat we daarover verder spreken, gemeente, wordt wel eens gezegd dat de apostelen hier, dat de discipelen hier ongehoorzaam waren. Dat ze niet hoorden naar Gods stem. Dat ze niet trouw waren in hun roeping en hun post eigenlijk verlaten hadden. En die gedachte zal ook in hun eigen harten zijn opgekomen. Toen ze daar in die vreemde tijd aan het meer van Galilea waren en ze de Heer Jezus niet zagen. En ze niet wisten hoe het verder moest. Dat ze gedacht hebben, we zijn niet gehoorzaam. We zijn niet getrouw, we wandelen niet in de wegen van de Heer. We hebben hem verlaten, hij heeft ons verlaten, zal de duivel hen ingefluisterd hebben. Maar nee, gemeente, ze zijn juist getrouw. Ze mogen hier gehoorzaam zijn aan Gods woord. Want wat was er gezegd? Wat had de Heer Jezus zelf gezegd? Ga heen naar Galilea. En de engel heeft het bij monden van de engel, heeft de Heer Jezus het tot hen weer gezegd. Ook na de opstanding, dat ze nu heen moesten gaan naar Galilea, want daar zouden ze de Heer Jezus ontmoeten. De discipelen ervaren het. Ze moeten hier zijn. Ook al is het zo'n onbestemde tijd. En ik hoop dat u in het horen, in het luisteren ook zelf de toepassingen trekt voor uw eigen leven. Ze hebben het moeten weten. Wij moeten hier zijn, ondanks alles. Ondanks die onbestemdheid en dat wachten. Wij moeten hier zijn. En dan zeggen ze, dan zegt Petrus, ik ga vissen. En dan is het mooie dat de andere discipelen ook zeggen, meteen, wij gaan met u mee. En in dat woordje, terstond, meteen, en in die eensgezindheid van de discipelen, dat zij allen zeggen, en wij gaan met u mee, daarin zien we dat de discipelen hier eensgezind zijn. Want hoe zou het anders geweest zijn als hier al sprake was van spanning onder de discipelen, dat de ene dacht, wij moeten dit doen, en de ander dacht, wij moeten dat doen. En dan zou Petrus opeens zeggen, ik ga vissen. Dan zou er iets van spanning zijn ontstaan. De ander was de andere kant opgelopen en die weer die kant. Maar we zien, heel vlot, eensgezind, zeggen de broeders tegen Petrus,
Wij gaan met u mee. Ze voelen het. Ze weten het. Wij moeten hier zijn. En vandaar kan er ook die eensgezindheid zijn. Het is de wil van de Heere. Hij zal ons hier ontmoeten. Dat heeft hij tot ons gezegd. En nu wachten wij niet alleen, maar wij verwachten hem ook. En dan is het mooi om op te merken dat als Petrus zegt dat hij gaat vissen, dat dan de anderen niet aan wal blijven, maar dat ze allemaal meegaan. Wat is dat een heerlijk gegeven, als er die eensgezindheid mag zijn. Die onderlinge verbondenheid. Waar liefde woont, gemeente, daar gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En hoe is dat dan bij ons? Hoe is dat hier in de gemeente bij u? Hoe is dat in uw gezinnen? Vers 3 is zogezegd ook een oproep aan ons, gemeente. Een oproep om eensgezind te zijn. Om samen te zijn. In het verwachten van de Heere. Om elkaar daarin te steunen. Daarin trouw te zijn. Ook voor de jongeren. Voor de kinderen. Om trouw te zijn. Om samen, om vrijwillig, om graag met je ouders naar de kerk te gaan. En niet tegen te stribbelen. Maar graag naar de kerk te gaan. Toen ik hier naar onderweg was, toen zag ik een paar auto's heel snel rijden. Ik dacht, ik maakte als grap naar mijn vrouw van, die hebben er zin in om naar de kerk te gaan. Kijk maar hoe hard ze er naartoe rijden. Nu, het gaat erom dat wij er ook, dat we graag naar de kerk gaan. En dat u zo in de auto zit en dat u een van die psalmen zingt. Zo'n heerlijke psalm dat je weer mag opgaan naar Gods huis. Wat is dat eigenlijk een wonder? En als daar een verwachting mag zijn en een vreugde om dat te mogen doen. Ja, daarin is ook die eensgezindheid. En daarin is er liefde. Liefde tot elkaar en in de gemeente. En dat mogen we hier zo zien bij de discipelen. En dan moet ook iedereen erbij zijn. Iedereen is ook nodig. Die discipelen moeten bij elkaar blijven. In het schip van Gods kerkgemeente, daar is iedereen nodig. Stuurlui, matrozen, nettenboeters, roeiers, vissers. Niemand kan gemist worden. In de nacht, gemeente. In de nacht. Ik stelde zojuist de vraag aan het begin van de preek van hoe zullen de discipelen het nou ervaren hebben. Kinderen, als je zo de Bijbel leest, er staat nergens hoe de discipelen zich gevoeld hebben. Misschien waren ze wel heel bang. Vallen ze veel twijfels? Waren ze verdrietig? Maar we weten het niet. Het staat er niet opgeschreven in de Bijbel. Maar er staat wel, gemeente, staat wel dat het in de nacht was. En als Johannes dat zegt, in de nacht, dan spreekt hij daar boekdelen mee. Hier wordt iets gezegd dat laat ons zien wat voor een tijd het was. En hoe die tijd voor de discipelen ook was, hoe zij het beleefd hebben. In de nacht vingen ze niets. Nu, er wordt natuurlijk vaak gezegd dat de discipelen juist in de nacht visten, omdat dat een goede visserstechniek was. En dat was ook zo. Dat is ook met onderzoek, archeologisch onderzoek, historisch onderzoek, is daar ook aangetoond dat er ook in die tijd en ook in die omgeving die techniek gebruikt werd. Dat vissers juist in de nacht gingen vissen. Dat ze daarin veel vangst zouden kunnen krijgen. Maar hier wordt nog meer mee bedoeld. Niet alleen maar dat die vissers dat deden vanwege die techniek. Maar daarmee wilde apostel Johannes ook iets zeggen. In die nacht. Het was niet alleen letterlijk nacht, de zon was niet alleen ondergegaan, maar het was ook figuurlijk nacht, gemeente. Het was ook geestelijk donker. Johannes die schrijft ook over Nicodemus, dat Nicodemus in de nacht tot de Heere Jezus komt.
En wanneer de apostel Johannes schrijft over wat er gebeurde bij het laatste maal met de discipelen, dat dan Judas wordt aangetoond. En dan zegt Johannes in het evangelie dat de Heer Jezus de beten genomen hebbende, dat de Heer Jezus aan Johannes vertelt dat het Judas was die hem verraden zou, dan staat er: hij dan de beten genomen hebbende, ging terstond uit. Punt. En het was nacht. Punt. En ook Matthäus schrijft op figuurlijke wijze over de nacht. Als hij het over Galilea heeft, dan zegt hij dat Galilea, het land aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken, het volk dat in duisternis zat, duisternis, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land van de schaduw van de dood, dezelfde is aan licht opgegaan. Het was nacht, gemeente, en zij vingen niets. De discipelen ervoeren het als een donkere tijd. En vermoeid en teleurgesteld moeten ze die nacht zijn teruggeroeid, in die vroege morgen, terug naar de oever van het meer. Niets gevangen. Wat een ontgoochelend zinnetje. Maar ook wat een herkenbaar zinnetje, gemeente. Misschien als u naar uw eigen geloof kijkt. En u moet zeggen, niets gevangen. En u denkt aan de vrouwen in het graf die waren ontdaan, verbaasd. Terwijl ze die heerlijke boodschap hadden gehoord. De Heer Jezus is hier niet, hij is opgestaan. En ze waren verbaasd. En ze waren bevangen met vrees en met angst. En de discipelen, hoe ze achter die gesloten deuren hadden gezeten in Jeruzalem. Verbaasd, met angst. Hoe moet het nu? En zo waren ze daar en ze waren aan het vissen, maar ze vingen helemaal niets. En u die de Heere vreest, en u hebt ook de boodschap mogen horen dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En dan kijkt u naar de vruchten in uw leven. En wat is er dan een verdriet voor een kind van God? Om zo vaak te moeten constateren dat er eigenlijk zo weinig van gekomen is in het eigen leven. Dat je ook zo te neergeslagen kan blijven. Terwijl je mag weten dat de Heer Jezus Christus is opgestaan, ook voor jou. En dat je dan die psalm zingt. En dat je er dan zo in herkent. Ja, ik heb ook zulke moeite in mijn leven. Ja, ik heb ook zulke angsten in mijn leven. En dat terwijl Christus is opgestaan. O, mag het toch weer zo zijn dat ik in het vrolijk levenslicht mag wandelen. Maar door eigen schuld, door mijn ongelovig hart, dat zo is aangelegd om naar beneden te kijken. Niets gevangen. En denk, gemeente, aan al het werk op het zendingsveld. Het evangelisatiewerk, ook hier dichtbij. Het werk in de kerkelijke gemeente. Brengt het uiterlijk gezien veel vruchten voort, een grote vangst. Of komt het op in je hart, niets gevangen? Niets. Blijkt wel meer krimp te zijn dan groei. En zo roeiden de discipelen teleurgesteld en ingekeerd in zichzelf, keerden zij terug naar het meer, naar de oever van de zee. Maar dan staat de gemeente zo mooi troostrijk in vers 4. Nadat er eerst werd gezegd dat het nacht was, staat er: en als het nu morgenstond geworden was. Morgenstond. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Ja, het blijkt, gemeente, dat er aan de oever van de zee, dat daar iemand staat. Terwijl de discipelen dat helemaal niet hebben gezien. En terwijl ze hem nog niet herkennen. Dat er iemand is op de oever van de zee, die de ploeteraars en de tobbers op het meer gezien heeft. Die van hun vergeefse pogen afweet.
ermee is begaan, hen ziet, de opgestane Heere Jezus Christus, en vanaf de oever, in het voor hen verborgene, ziet de opgestane Heere Jezus zijn discipelen, en roept hen dan toe, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Dat is in het Grieks een heel vertrouwd woord. Een woord om op een vertrouwelijke wijze iemand te roepen. Zoiets als, jongens, hebben jullie niet ietsje te eten? Jongens, hebben jullie niet ietsje te eten? En wat zeggen ze dan, de discipelen? Jullie weten het ook wel. Eén woordje maar, ze zeggen. Nee. Niets gevangen. Nee. Maar gemeente, dat wist de Heere Jezus toch? De Heere Jezus wist toch dat de discipelen lege netten hadden? Waarom zegt hij dat dan? Waarom vraagt hij dat dan? Kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Jongens, een geestelijke les wil de Heere ons hier leren. Wat wil de Heere ons hier zeggen? Wat wil hij ons leren? En dat wij het hier allemaal, dat wij het allemaal leren zouden. Zonder mij kunt gij niets. In het geestelijke niet, in het aardse niet. Wij kunnen het graan op de aarde niet doen groeien. Wij kunnen regen niet geven. Wij kunnen geen vruchten voortbrengen. Zonder mij kunt ge niets. En dan hebben de discipelen het moeten ervaren. Dat de Heer een hele lange tijd weg kan blijven. En dan kan het gebeuren dat als dat ons overkomt, dat we dan onze ogen niet gericht houden op de Heer Jezus. En dat we dan naar beneden blijven kijken. Op onszelf zien. Op ons werken. Op ons ploeteren. Terwijl we weten dat de Heer Jezus is opgestaan en alle dingen kan. Maar al ons gesloof en geslaaf, wat heeft het opgeleverd? Zo de Heere het huis niet bouwt, het is te vergeefs. De discipelen antwoorden op de vraag van de Heer Jezus, nee, we hebben niets gevangen. En wat wordt er daarmee pijnlijk zichtbaar, gemeente? Met dat antwoord komt hun en ook ons menselijk tekort openbaar. Onze armoede wordt op een pijnlijke wijze tot uiting gebracht. En letten we erop, gemeente, dat de Heer dat absoluut niet doet om de discipelen naar beneden te brengen. Op hun nummer te zetten, eerbiedig gesproken. Maar nee, hij doet het juist om hen te helpen. Want wat is het heilzaam, gemeente? Dat als we nu zien en erkennen dat er in ons niets is. Dat we onze armoede zien en belijden tegen de Heere. Dat we daarin dat heilzame ook mogen ervaren. Dat de Heere Jezus in onze armoede ons rijk wil maken in Hem. Uw vrucht. Niet in uzelf. Maar uw vrucht wordt alleen in Hem gevonden. En dan mag het ook blijken dat in ons eindpunt, in ons nulpunt, dat juist het beginpunt kan zijn. Als de Heere zo heerlijk gaat werken, als je bij Hem uitkomt, dat juist het beginpunt blijkt te zijn. Een bevrijdende boodschap. Die boodschap die wij zo vaak mogen horen, dat er in ons niets is. Dat er helemaal niets is in jou. Wat een bevrijdende boodschap. Want de Heere wil met die boodschap, zoals Hij dat hier deed bij de discipelen. De Heere wil met die boodschap ons bij Hem brengen. En ons daar oprichten. En alles geven uit vrije genade. En dan kan het heel ontmoedigend zijn als je zo het voorbeeld ziet van de vrouwen in het graf die ontmoedigd bleven, verbaasd, ontdaan.
Terwijl ze het graf uit renden, waren ze niet verheugd vanwege die heerlijke boodschap, maar waren ze nog met vrees bevangen. En terwijl de discipelen hier zo ploeteren en ze zo nee zeggen tegen die man die daar aan hen op een vriendelijke wijze iets vraagt, ze zijn ook ontmoedigd. Maar juist daarin wil de Heer alles geven en dan zijn er geen hoge instapeisen bij de Heer. Wat zijn de instapeisen bij de Heer? Dat we onze armoede erkennen en dat we op Hem zien. En dat wil Hij nog geven ook, want dat kunnen wij helemaal niet. Maar dat wil Hij nog geven ook. En dan is het alleen maar genade. En wat een heerlijk wonder is er dan. En die boodschap, gemeente, van die boodschap mochten de discipelen hier overtuigd raken. Juist zo vroeg na Pasen. Begin van hun opstandingsleven. Het opstaan met de Heer Jezus Christus uit de dood. En heeft die boodschap ook al in uw hart, heeft die boodschap ook al in uw hart geklonken en vruchten gedragen? Die boodschap waarvan de discipelen overtuigd waren geworden, dat er nu niets in mij is, niets in u, maar dat uw vrucht uit Hem alleen gevonden wordt. Ja, want dat doet de Heere ook, gemeente. Hij leert zijn discipelen en ook ons waar het in het Koninkrijk van God om gaat. In de navolging van Hem. En dat is in vers 6 zo zichtbaar. Waar we dat bijzondere woord lezen. Werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En wat gebeurt er dan? Kinderen, het net wordt aan de rechterzijde geworpen. En wat gebeurt er dan? Niet door de vakkundigheid van de vissers, omdat zij zo goed zijn in hun werk, nee. Maar wat gebeurt er dan? Doordat zij luisteren naar de stem van de Heer Jezus. Ja, dan is daar die hele grote vangst, die netten vol vissen. Jullie kennen de geschiedenis. En dan staat er dat er 153 vissen waren. In dat net. En gemeente, de apostel Johannes heeft dat zo'n 50 jaar later opgeschreven. En dan zou je zeggen, nou dan zou hij opschrijven, er waren heel veel vissen in het net. De Heer had een groot wonder gedaan. Maar dan staat er heel precies dat er 153 vissen in het net waren. En jongen, als jij dat nou op zou mogen schrijven, jij zou ook een apostel zijn in die tijd. Hoe zou jij dat dan opschrijven? Nou, ik zou denk ik schrijven van er waren heel veel vissen. Dat was zo bijzonder. Maar apostel Johannes die schreef op precies hoeveel vissen er waren. 153. Nou, gemeente, er is in de geschiedenis heel veel nagedacht natuurlijk over dit bijzondere gegeven. Dat het er zo precies staat. 153. Wat heeft dat te betekenen? Kerkvader Hieronymus die heeft het zo uitgelegd dat in die tijd, in de tijd waarin dit heeft plaatsgevonden, dat er in die tijd op heel de wereld 153 soorten vis bekend waren. Dus dat je zo'n soort natuurkundeboek had in die tijd en daar stonden alle soorten vissen die er toen bekend waren. Nou, dat waren er 153. Een snoek, een baars. En zo stond het er in een hele lijst. En dan zegt Hieronymus, nu dat moet dan betekenen dat de Heere ervoor zal zorgen dat over heel de wereld, onder alle soorten van mensen, onder alle volkeren, dat er vissen verzameld zullen worden en dat het net vol zal komen. Niet alleen in Kanaan, niet alleen onder het Joodse volk, maar overal. Een mooie uitleg. En een uitleg die ook waar geworden is. De Heere heeft ervoor gezorgd dat tot aan de einde der aarde het koninkrijk uitgebreid is. En dat net vol raakt. Het is ook een uitlegger die heeft gezegd dat dat iets met getalswaarde te maken heeft. De Joodse rabbijnen, die kenden een getalwaarde.
Elk getal heeft een bepaalde betekenis en zo heeft ook dit getal 153 een betekenis. En de betekenis van 153 is dan ha-olam haba. Dat is Hebreeuws voor de komende tijd, de komende wereld. Nou, met dat begrip tijd, wereld, wordt bedoeld, er was een oude tijd, de oude bedeling, de tijd van het Oude Testament. En nu de Heer Jezus in de volheid van de tijd gekomen was, en nu hij was opgestaan, nu was alles anders geworden. Een andere tijd, een nieuwe tijd brak aan. Dat is die komende wereld. En in die komende wereld, die komende tijd, er zal een volheid zijn. Onder alle volkeren zullen er vissen gevangen worden. Zelf moest ik denken aan een tegeltje dat wij in onze keuken hebben staan. We hebben een tegeltje en er staat een mooi tekst op een lied. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En ik dacht, zo zal het ook voor de discipelen geweest zijn. Gemeente, dat bij dat grote wonder van dat volle net, dat ze zo verwonderd waren, zo verblijd over wat de Heere voor hen deed en liet zien. Dat ze niet alleen maar dachten, wat een groot geschenk. Maar dat ze dachten, we gaan onze zegeningen tellen. We gaan die vissen tellen, het zijn er zoveel. We gaan ze tellen. Om daarmee nog meer het wonder te zien van wat God gedaan heeft. En zo zullen ze op hun knieën daar op het strand gezeten hebben. Misschien met wat manden. En zo die vissen in de manden gedaan hebben en geteld hebben. 6, 7, 8, het zijn er 9 en zo maar door. Tot ze uiteindelijk kwamen bij 152, 153 grote vissen zitten er in het net. Tel uw zegeningen. De discipelen hebben het ons voorgedaan. Tel uw zegeningen als u van de supermarkt thuiskomt met volle boodschappentassen. En u brengt het huis binnen. En dat je ziet, wat heeft de Heer eigenlijk veel gegeven. Dat je al die boodschappen zo, pot pindakaas op tafel zet. Zak chips. Zak aardappelen. Melk. De Heer heeft zoveel gegeven, ook nu weer. Ik heb nooit tekort gehad. De Heer is getrouw. En zo mag je ook daarin je zegeningen tellen. Dat heeft de Heer gegeven. Wij kunnen het niet maken. Wij hebben het helemaal niet verdiend. We hebben Gods oordeel en Gods straf verdiend. Maar hij geeft ons nog zoveel. In het aardse leven, de zegeningen. En ook in het geestelijke. De zegeningen die de Heer ons geeft. Dat we hier weer samen in zijn huis mogen zijn. En zijn woord mogen horen. En die psalmen mogen zingen. En dat hij zijn belofte ook op ons hart wil leggen. Wat een zegeningen, gemeente. Hoe dan ook, 153, een beeld van de volheid, een beeld van overvloed, van een hoopvolle toekomst. We mogen verwachting hebben van de Heere, hoe het ook zij, in welk werk ook, in het evangelisatiewerk, in het kerkelijke werk, we mogen verwachting hebben van de Heere. Nooit te klein denken, want er is een nieuwe tijd aangebroken. En hij heeft het in het beeld al voorzegd, in het wonder van dat volle net, dat niet gescheurd is. En gemeente, als dan na die overvloedige vangst opeens blijkt, ik bedoel, als dan de discipelen bij die overvolle netten en hun werken en dat ze met die netten het strand opkomen en die netten zo slepen en daar staan uit te hijgen van al het werken en zwoegen, wat zien ze dan? Wat blijkt dan? Wat blijkt als ze hun vissen aan de Heere willen laten zien, die ze hebben mogen vangen door zijn genade? Dan blijkt dat de Heere ook nog weer alles al gereed heeft. Want wat zien de discipelen? Jongens en meiden, de discipelen zien hier dingen, maar ze ruiken ook dingen en ze voelen hier ook dingen. Wat zien ze, wat ruiken ze, wat voelen de discipelen als ze zo op het strand komen? Nou, ze zien eerst dat de Heer Jezus daar is. Het is de Heer, ze mogen het nu allemaal zien.
Ze zien dat hij daar staat. En wat zien ze? Ze zien ook dat hij een vuurtje heeft gemaakt. Een klein vuurtje op het strand. En wat zien ze? Ze zien ook dat daar bovenop, dat daar vissen worden gebraden. En dat er ook brood op ligt. Er is ook brood. De Heer Jezus heeft alle dingen al klaargemaakt. Terwijl zij zo met hun netten komen. De Heer Jezus heeft alles al voorbereid. Wat een zegeningen. Hij heeft voor hen alles al neergelegd. En ze ruiken ook dingen. Wat ruiken ze? Nou, ze ruiken het vuur. En ze ruiken het vis dat gebraden wordt. En ze voelen ook, ze voelen de warmte van het vuur. En ze voelen ook in hun hart de warmte, de liefde van de Heere Jezus Christus voor hen. Dat terwijl zij zo aan het ploeteren waren in de nacht. En niets gevangen hadden. En daar zo over aan het tobben en verdrietig waren. Dat hij hen gezien had. En dat hij gekomen was. En dat hij ook nog op het strand voor hen een vuurtje had gemaakt. En vis en brood had bereid. De liefde van de Heere Jezus mogen ze daar ook voelen, bemerken. Het is de Heere. De dingen zijn gereed bij hem. Geliefde gemeente, we noemden het al aan het begin van de preek. Deze geschiedenis is een openbaringsgeschiedenis. Aan het einde van vers 1 staat, en hij openbaarde zich aldus. Dat betekent op deze manier dus. En wat voor een manier was dat? Wat voor een manier is het gebleken deze morgen, gemeente? Het begon met die lege handen. En in die nacht vingen zij niets. Hebben jullie niet wat gevangen? Nee, niets. Maar door het woord van de Heere Jezus wordt het een overvloedige vangst. En blijkt alle dingen zijn gereed bij hem. Door heel deze openbaringsgeschiedenis ademt het geschenk van Gods genade in Jezus Christus over het leven van zijn kinderen. Als voor u die hem lief heeft en vreest, als voor u alles vergeefs lijkt, klinkt er opeens een stem. En als u moet zeggen dan nee, wordt u toch opeens een overvloedige vangst geschonken. In vers 1 stond, Jezus openbaarde zich al dus, zo openbaart hij zich in ons nulpunt, dat zijn beginpunt blijkt te zijn in ons leven, van zijn grote daden de voorbode zijn. En dat mag u bemoedigen, zo dus, zo openbaart de Heer Jezus zich dus vaak, onverwacht, als de nood het hoogst is. Als wij met lege handen staan, komt hij ons naderbij. En als zijn kinderen aan land komen, aan het witte strand, aan de overzijde van de opstanding, staan alle dingen gereed. Nu gemeente, tenslotte, na de opstanding is er veel veranderd. De Heer is opgestaan, maar hij is dezelfde gebleven. Dezelfde. Voor de vrouwen, voor de discipelen en voor ons hier aanwezig. Dezelfde. Houd daarom moed. In het donker van uw leven. Al gaan de golven nog zo hoog. Al is het nog zo duister. Hoor en zie. Aan de overkant. Op het witte strand. Staat uw heiland. Amen. Elkaar zingen uit Psalm 116. Psalm 116, de versen 5 en 8. Psalm 116, de versen 5 en 8. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Daarom zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Psalm 116, vers 5 en vers 8.
Laten we nog samen het aangezicht van de Heere zoeken. Getrouwe Heere in de hemel, uw grote naam zij alle lof en alle eer. We danken u dat we in alle rust samen mochten zijn in uw huis. En dat het uw bedehuis mag zijn, waarin we uw naam mogen aanbidden. Waarin we van u alles mogen vragen. En waarin we ook zo vaak uw antwoord mogen horen op ons zuchten, op ons smeken. Vanuit uw woord. En mocht dat zo ook deze morgen zijn, dat uw woord in ons hart mocht binnenkomen. En voor ons persoonlijk ook mocht zijn een antwoord dat we nodig hadden. Dat we het ook mochten bemerken en zien. Dat er in de wereld geen antwoord is. Dat er in de wereld alleen maar duisternis is en daar geen waarheid. Maar bij u is de waarheid. U bent de waarheid. En waar u spreekt, Heere, daar is hoop. En daar mag het zijn dat er wonderen gebeuren. En mocht dat ook deze morgen zijn. En wil nog de naprediker zijn van uw woord. Wil het verkeerde wat daarin van onze kant was toch genadig vergeven. Wilt u de zonden die er waren in spreken en luisteren genadig vergeven. En wilt u verzoening daarover doen. Onze schuld bedekken. En Heere, mag het toch zijn dat wij met die laatst gezongen psalm. Dat wij ook in uw vrolijk levenslicht mogen wandelen. Dat kan toch alleen als we verzoend zijn met u. En dat kan toch alleen als we door u ook weer dat geloof krijgen om op u te zien. Ook al zijn de omstandigheden zo moeilijk. Heere, wil het ons schenken. Wil toch geven dat ook door deze dienst uw naam geprezen wordt. En dat wij gehoorzaam zullen zijn aan uw woord. Gedenk ons ook deze middag. Ze straks naar onze huizen gaan. Wilt u in alles nabij zijn en ons helpen? Wilt u liefde geven in de gezinnen? Wilt u nabij zijn? Wilt u sterken? En ook geven dat we u mogen zoeken op deze dag die u geeft, waarop we mogen rusten en waarop we bijzonder u mogen zoeken en eren. Wil het schenken voor een ieder van ons. Wil ons ook deze middag weer getrouw samenbrengen onder uw woord. En mag het toch ook zijn, door uw geest gewerkt, een liefde daartoe, dat we graag opgaan, jong en oud, en dat we daar in uw naam lief hebben en vrezen. Gedenk ook aan hen die dat niet kennen, die denken dat het een moeilijke dienst is, die niet zien uw dierbaarheid en gepastheid, uw beminnelijkheid. Heere, open toch hun harten. En mag het ook voor hen zijn. Uw goede tierenheid is mij het leven. We bidden het u zo alles. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tenslotte nog uit Psalm 8. Psalm 8, de versen 8 en 9. Wat vogelen door de ruime luchtkring zweven. Wat vissen er in stroom en beken leven, en wat de paden doorwandelt van de zee, zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. En daarom, Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Laten wij dat doen met Psalm 8, de versen 8 en 9. Thank you.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij alle eer. Amen.